Thank you, Lil Marks. Baan nummer 1 voor Lune, Merel, Vaf. Baan 2 voor THB RDS, Amy van Lier. Baan 3 voor de Zeeuwse Kust, Nikita van den Ouden. Baan 4 voor de Spatters, Carolien Dame. Baan 5 voor de Dinkel, Eefje Slootweg. Baan 6 voor Zwemclub Zeist, Alice Becker. Baan 7 voor de Elf, Roos van S. En op baan 8 voor Trivia, Christel Horman. Take your marks. Op naar het keerpunt 100 meter, de dames Dame en Slootweg tussen de oranje lijnen. Zij gaan aan de leiding en dan gelijk op de finish af. Het is 1:10:88, 1:11:14, derde tijd voor Amy van Lier in baan nummer 2 voor de volgende 100 meter. Dame en Eefje Slootweg zijn aan nog steeds zij aan zij aan de leiding. Het verschil tussen deze dames is 2/10 op het 150 meter keerpunt. We komen nu terug naar de finish. Deze 17 na de 200 meter vlinderslag. Dan zien we dat het slagtempo van Eefje Slootweg behoorlijk wat hoger wordt. En zij gaat dan nu ook aan de leiding. Dan worden de verschillen klein, maar dan gaat het ook nog spannend worden. Misschien wel om die tweede en derde positie. Het is hier in ieder geval Evie Slootweg nu met een lengtevoorsprong. Carolien Daan in tweede positie. Nikita van den Ouden in derde positie. En Slootweg, zij tikt hier als eerste aan. Een prachtig persoonlijk record. Bijna 4 seconden sneller. 2:31:35. De tweede tijd is er voor Carolien Dame en de derde tijd is er voor Nikita van den Ouden. Ook een persoonlijk record voor haar is het officiële uitslag staan. De winnares van de C-finale, Eefje Slootweg. Ja, dames en heren, dan gaan we verder met de B-finale. En dit keer wederom de dames.